Straks zie je het tekort aan budgetmaatjes. De vrijwilligers die mensen in de schulden helpen. Maar eerst ben ik in Hoogvliet en ga ik op bezoek bij Lotte. Want door haar naaktfoto zijn we namelijk een week van Facebook gegooid. Lotte! Hoi! Laurens! Hi! Hi. Ja, Lotte, kan je je verhaal nog eens uitleggen voor de mensen die het even gemist hebben de afgelopen dagen? Ja, dat kan. Ik heb zondag een foto geplaatst van mezelf op Instagram. Daar ben ik naakt, maar wel alles is bedekt. Dus ik had mijn handen over mijn borsten. En mijn poes was ook niet te zien, laat ik het even zo zeggen. Maar die werd echt binnen 10 minuten afgehaald door Instagram. Wat ik niet begreep, omdat je gewoon niks ziet. En de guidelines van Instagram zeggen van je mag je tepels niet laten zien. Je mag je geslachtsdelen niet laten zien. Maar verder, als dat bedekt is, is het prima. Dus ik vond dat heel gek. En toen kreeg ik ook een waarschuwing van als je dit vaker doet, dan blokkeren we je Instagram. Weet je, de guidelines zijn veranderd van Instagram, zeiden heel veel tegen mij. Omdat die overgekocht is door Facebook. Dus dat het allemaal wat strenger wordt, ja, hè? Ja, dus het is allemaal strenger, minder naakt. Weet je wel, dit mag niet, dat mag niet. Maar dan dacht ik, ja prima, als naakt niet mag, voor mij, oké, maar dan moet het ook voor iedereen zo zijn. Dus ook voor dunne en slanke meiden. Heb je het idee dat het met jouw gewicht te maken had? Ja, dat denk ik echt wel. Omdat als je naar een page gaat zoals White Mac heet dat, daar zitten meiden gewoon met een soort splagaat met hun benen wijd in de camera. En dan is hun poes wel geblurred, maar toch denk ik, ja sorry, maar dit is gewoon een soort sekspositie. Ja. En dat voor jou was heel artistiek. Ja, nou en dat bedoel ik, weet je. En ik probeer een boodschap te brengen met mijn Instagram. Ik probeer vrouwen te inspireren. Ik kon bijna niet anders dan de proef op de som te nemen. En ik ging in Hoogvliet de straat op om te achterhalen of mensen het terecht vinden dat Instagram deze foto heeft verwijderd. Een beetje hypocriet. Dus Instagram is toch nacht. Waar iedereen op staat. En de blote vrouwen met mooie borsten. Mogen die open bij wijze staan? Sommigen wel, sommigen niet. Oké. Ik vind het belachelijk. Dat is discriminatie. Wat voor discriminatie? Nou, die vrouw heeft grote borsten en zo. Wat is er mis van? Ze heeft de handen voor de borsten zelfs. Nou, ik denk ook wel dat het misschien toch net wat te bloot is. Omdat iedereen dat kan zien. Ook jongeren, denk ik. Ik denk dat het kantjeboord is. Ja. Ik zou hem er zelf niet opzetten. Niet? Nee. Nee, ja. Het heeft, de een geeft er wel aanstoot aan en de ander niet. Kijk, en ja, ik zou het zelf nooit doen op Instagram. Maar snapt u dat het eraf moest? Ja. Dat heb ik wel, ja. Het kan wel, maar net als zoals op Facebook heb je van die gecensureerd, zeg maar. Als je boven de 18 bent, moet je erop drukken dat je dan ziet. Dat zou gepast zijn. Rijnmond deelde het verhaal en de foto in kwestie dinsdagavond op Facebook. En tot onze grote verbazing werd dit ook bij ons verwijderd. Sterker nog, wij kregen te horen dat we voor een week zijn geblokkeerd. Heel opmerkelijk natuurlijk als je als Nederlands nieuwsmedium wordt gecensureerd door Facebook. Dat wij daar aandacht aan besteden, dat is echt niet meer dan logisch, vind ik. En ik vind het dus ook echt bijzonder pijnlijk om te zien dat er dit soort maatschappelijke discussies over, ja, wat is het rolmodel eigenlijk voor meisjes? Dat we het daarover willen hebben. Dat het gaat over iets wezenlijks waar ouders, moeders, vaders, opa's en oma's zich druk over maken. Dat we dat soort discussies niet mogen voeren. En dat we dus op Facebook notabene worden geblokt, dat vind ik echt een schande. En we hebben ook Facebook laten weten dat dit echt niet kan. En dat we ook erg ontdaan zijn over dit feit. Vooral ook omdat het gaat over maatschappelijke discussie, wat ook speelt, ook bij Rijnmond. Ik vind dat je mening mooier kunnen hebben. Menings van uiting moeten gewoon kunnen zijn. Dat wel. Kijk, dat hun er tegen zijn, dat ze de eigen regels willen handhaven. Oké, maar je moet wel van je mening uit kunnen komen. Nou, ik zal maar gewoon F zeggen, het woord. Want als ik het helemaal af zeg, dan mag ik ook niet meer op Facebook.